De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, allereerst mijn felicitaties. Het is volbracht. U heeft in ieder geval de coalitie en de komende weken ook uw kabinet. Ik wilde graag nog even teruggaan naar de zorg. Er is een reden waarom niet alleen linkse partijen heel verbaasd zijn over wat u bij de zorg doet, maar ook rechtse partijen. Het gebeurt niet zo vaak dat wij het in deze zaal eens zijn. Dat komt omdat er zoveel wordt bezuinigd op die zorg, veel meer dan er in alle verkiezingsprogramma's stond. U doet ongeveer 3 keer zoveel als er in uw eigen verkiezingsprogramma stond aan bezuinigingen. En dat is zo vreemd, omdat deze coalitie echt voor Sinterklaas speelt op ongeveer ieder beleidsterrein, behalve op de zorg. Daar wordt bezuinigd. En dat is des te meer vreemd, omdat we in de grote pandemie zitten, in een coronacrisis, en iedere zorgmedewerker die we spreken ze allemaal, die staat het huilen nader dan het lachen, omdat ze te weinig collega's hebben. Omdat artsen zich zorgen maken dat mensen niet meer terecht kunnen op de spoedeisende hulp of op een intensive care. En toch heeft dit kabinet in haar wijsheid besloten, of deze coalitie, om 5 miljard te bezuinigen op de zorg. 3 keer zoveel als u in uw eigen plannen had staan. En mijn hele concrete vraag aan de heer Rutte is, met dit regeerakkoord wat er nu ligt, hoeveel IC-bedden komen erbij? Hoeveel extra spoedeisende hulpen worden er geopend? En hoeveel extra IC-verpleegkundigen komen erbij? Heer Rutte. Ja, voorzitter, allereerst ook richting de heer Klaver. Ik snap die vraag heel goed. En ik kan hem zeggen, we hebben daar ook in onze gesprekken uitvoerig over gesproken. De noodzaak om de komende jaren juist extra geld bovenop de stijging die er toch al is, naar de zorg te doen. En dat er extra geld bij komt, dat is noodzakelijk. En tegelijkertijd hebben we ook lang gesproken over de langere termijn. En dan praat je echt over de langere termijn. En voor die langere termijn geldt dat de zorguitgaven zo snel blijven stijgen, dat fatsoenlijk bestuur ook betekent in onze ogen en verstandig bestuur, dat je daar een rem op probeert te zetten. Dat doen we ook met dit akkoord. Dat is geen makkelijk verhaal. Dat merk je ook vandaag in de reacties en gisteren ook. En dat zal vandaag in dit debat nog wel verder aan de orde komen. We zullen daar ook de komende weken en maanden met elkaar het gesprek over moeten voeren. Maar het is onze analyse en overtuiging dat als je niet op die langere termijn die kostenstijging afremt, dat er een onhoudbare situatie ontstaat, omdat de zorg dan zo'n groot deel van onze gemeenschappelijke uitgaven voor zijn rekening neemt dat het niet meer gaat. Op de kortere termijn komt er geld bij. Juist ook voor zaken als pandemische paraatheid. Juist ook om ervoor te zorgen dat, wat de heer Klaver terecht noemt, ook in onze ziekenhuizen er extra geïnvesteerd kan worden. Ik kan hem niet hier nu zeggen hoeveel IC-bedden precies. Dat was ook niet de bedoeling van een coalitieakkoord zoals dit, om dat zo gedetailleerd te doen. Dat zal verder worden uitgewerkt en ook met de Kamer worden besproken. Maar u ziet heel duidelijk de richting die wij zetten. Extra geld, 300 miljoen voor pandemische paraatheid. Ook extra investeringen in andere aspecten van de gezondheidszorg de komende jaren. En dat gesprek zullen we ook met de Kamer verder voeren, omdat dat belangrijk is. En er is natuurlijk op dit moment heel veel geld beschikbaar in de zorg. Een van de grote vraagstukken is de beschikbaarheid van mensen. Veel vacatures kunnen niet worden vervuld, omdat simpelweg bij onze zeer lage werkloosheid, vanmorgen bleek de laagste sinds we het meten, 2,7%, er zoveel meer vacatures dan werklozen zijn, dat allerlei sectoren schreeuwen om mensen, ook de zorg. Heer Klaver. Voorzitter, kijk, de heer Rutte wil heel graag op een andere wijze samenwerken met het parlement. En dan zou het goed zijn als, als we hier echt het inhoudelijke gesprek kunnen hebben. En niet Zeker. Dat ik nog een keer een herhaling krijg van de antwoorden die hij net heeft gegeven en de verdediging die is voorbereid. En ook het argument dat dit een akkoord op hoofdlijnen zou zijn, was het dat maar. Het is tot op detailniveau op sommige punten. Er wordt 10 miljoen uitgetrokken voor een programma eenzaamheid. En dan gaat u zeggen, nee, maar als het over de IC gaat, dat is echt een detail en dat moeten we nog uitwerken. Waarom ik hier zo kritisch op ben, is het volgende. U kiest voor een instrument en laten we het echt over de inhoud hebben. In plaats van al het geschreeuw wat ik zojuist heb gehoord. Nee, u heeft gekozen voor een instrument om te bezuinigen. Hoofdlijnenakkoorden, dat doet u al sinds u premier bent. Weet u wat het resultaat is geweest van het inzetten van die hoofdlijnakkoorden de afgelopen jaren? 7000 minder bedden in de ziekenhuizen. 20 spoedeisende hulpen die zijn gesloten. 700 minder verpleegkundigen die op de IC werken. Dat is het resultaat geweest en datzelfde instrument wilt u nu weer inzetten. Dat is 1,5 miljard bezuinigen. Als je weet dat dat het resultaat is geweest van de 10 jaar dat u aan het bewind bent geweest. Hoe durft u dan te spreken over herstel? Heer Rutte. Nou, laat de heer Klaver, wat mij betreft, en kan het alleen als VVD doen, een toezegging doen. En die toezegging is dat ik hier inderdaad het gesprek verder met hem over wil voeren. Want dan zullen we eerst de analyse moeten maken over die hoofdlijnenakkoorden, of dat nou verstandig of onverstandig was. Ik zou staande houden, het is wel verstandig.
Wat je wel moet leren, denk ik, is een les die we moeten trekken uit de afgelopen jaren, is dat als je door middel van hoofdlijnenakkoorden de ziekenhuiscapaciteit afstelt op de vraag die er is, en dat hebben we natuurlijk gedaan, dat je daarmee te weinig ruimte hebt om te gaan met zo'n ernstige pandemie zoals die zich op dit moment voordoet. En dat is denk ik een les die we met z'n allen moeten trekken. Hoe zorg je ervoor dat je in die gezondheidszorg veel meer buffercapaciteit houdt? Dat heeft ook geen zin, dat zal de heer Klaver ook met me eens zijn. Daar krijg je ook geen mensen voor om allerlei bedden te hebben waar niemand op ligt. En personeel voor die bedden te hebben, terwijl ze daar niks hebben te doen. Dat gaat ook niet werken. Maar je zult wel moeten kijken, en dat is de discussie die we moeten voeren. En dat zeg ik hem toe de komende tijd. Hoe je ervoor zorgt dat je die buffercapaciteit bouwt. En hoe je ook met de hoofdlijnenakkoorden zo omgaat dat die ruimte er blijft. Daarom zitten er ook in dit akkoord extra investeringen om ervoor te zorgen dat je wat betreft die pandemische paraatheid extra investeringen kunt doen. Dus ik vind dat een reëel punt en ik vind het ook noodzakelijk om daar het gesprek over te voeren. Heer Klaver. Voorzitter, dat gesprek voeren we nu. Zeker. Dat gaan we niet straks voeren. Dit is mijn reactie. Dat gaan we niet straks voeren. Dat gaan we nu voeren. Dat had gevoerd moeten worden aan de formatietafel. Als je ziet wat de problemen op de intensive care zijn, dat hangt niet alleen samen met corona. Ook voordat corona er was, was de werkdruk daar enorm en liepen ze al op het randje. Dat gesprek moeten we nu voeren. Ik wil ook, als u zegt, we gaan het echt anders doen. Deze coalitie gaat op een andere manier werken. Er is breed, van links tot rechts, kritiek op wat jullie met de zorg doen. Dan vind ik dat wij deze dag niet kunnen afsluiten zonder dat we ook iets hebben veranderd aan die zorgparagraaf. En eigenlijk is mijn hele concrete voorstel, haal deze bezuiniging eruit. Zet hem niet in de boeken. En dan zeg ik u toe dat ik bereid ben om te praten, ook de komende jaren, waar wel slimme besparingen mogelijk zijn. Maar wel in die volgorde. Omdat het namelijk begint bij de inhoud, om te kijken waar we zorg beter kunnen maken, waar je overbehandeling tegen kunt gaan. Maar u begint nu met 5 miljard bezuiniging. En dat is geen open debat met de Kamer. Want dan weet ik precies hoe het straks gaat. Dan zeggen we, ja, toch die 1,5 miljard bezuiniging met hoofdlijnenakkoorden. Dat is niet zo verstandig. En dan wordt er toch gezegd, ja, maar dat is het financieel kader. Daar zitten we nu als coalitie aan vast. En dan is er geen ruimte meer om echt het inhoudelijk gesprek te voeren. Dus ja, u mag van mij verwachten dat ik ook nadenk over hoe we de zorgkosten betaalbaar houden. Maar u zet eigenlijk nu een mes op de keel van dit parlement door 5 miljard in te boeken. Dat is niet niks, hè? 5 miljard. Haal het eruit. En dan gaan we het gesprek met elkaar voeren. Niet andersom. De heer Rutte. Ja, voorzitter, ik vind het gesprek voeren een goed idee. Het eruit halen vind ik geen goed idee. Ik denk dat je wel degelijk ook de druk erop moet houden dat het noodzakelijk is om die rem erop te zetten. Maar ik vind het een zeer goed voorstel, de heer Klaver, om de komende tijd met elkaar het gesprek te voeren over hoe je die hoofdlijnenakkoorden vormgeeft. Dat is inderdaad een cruciaal debat wat we ook hier moeten voeren. Hoe je dat doet op een manier dat je inderdaad besparingen realiseert, zodat die oplopende zorgkosten worden afgeremd. En tegelijkertijd ervoor zorgt dat die gezondheidszorg wordt ingericht, ook voor de toekomst. En ik denk dat dat allebei kan. Sterker nog, ik denk dat het onze heilige taak is en plicht is om ervoor te zorgen dat het ook gebeurt. Omdat het niet acceptabel is dat die gezondheidszorgkosten op de langere termijn zo snel blijven stijgen. En dat hebben we met elkaar onder ogen te zien. En het nu weghalen van dat bedrag, dat lijkt mij onverstandig. Die druk moet erop om dat met elkaar voor elkaar te krijgen. En de heer Klaver heeft hier het machtsmiddel in handen. Want als hij uiteindelijk het niet eens is met de manier waarop we dat zouden vormgeven. Deze coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus uiteindelijk zullen we altijd tot zaken moeten komen. Ook met Jesse Klaver, maar ook met de partijen ter rechterzijde van de coalitie. En met de Partij van de Arbeid, noem maar op. Dus dat zullen we echt zoeken. Dank u wel. De heer Klaver. The proof of the pudding is in the eating en het smaakt op dit moment nog niet echt. Dit is precies zoals coalities altijd hebben gefunctioneerd. Er is hier niks nieuws aan. Er wordt een financieel kader neergelegd en daarbinnen kan gesproken worden. Ik wil het echt anders doen. En niet omdat wij u aan een meerderheid moeten helpen in de Eerste Kamer, maar omdat mijn ideeën kloppen of niet. Het moet hier gaan over de inhoud. Niet omdat we nog even iets eisen. En het gesprek over die inhoud is niet mogelijk als er een zwaard van Damocles van 5 miljard boven die zorg hangt. En als u echt wil samenwerken, dan moet u echt die hand niet alleen op televisie mooi zeggen, we gaan met ze samenwerken. En ook nu, ik wil dat gesprek met u voeren. Dan moet u daar de ruimte voor bieden. Want dit is zoals iedere coalitie tot nu toe heeft gewerkt. We maken een financieel kader, dat is strak. En dat is het uitgangspunt om te gaan praten. Inhoud eerst. En nogmaals, ik blijf erbij. Als u het echt meent dat u iets gaat veranderen in de manier waarop Den Haag werkt, dan haalt u die 5 miljard van tafel. Maar mag u van ons vragen dat we heel serieus kijken hoe we die zorgkosten beheersbaar houden, maar vanuit de inhoud. Want als op mijn vraag, als ik zeg hoeveel IC-bedden komen erbij, hoeveel spoedeisende hulpen? Hoeveel verpleegkundigen? Als u geen antwoord kunt geven op die vraag, maar wel 5 miljard bezuinigt, dan maakt u precies de fout die u op zoveel andere terreinen hebt gemaakt.
Als het ging over de kinderopvang. Als het ging over de gaswinning. Doordrammen en denken, we zitten op het juiste spoor. We moeten financiële targets halen. En vervolgens zijn mensen daarmee in de problemen gekomen. U doet precies hetzelfde. En dat doet u niet na 2 weken of 3 weken... of na een half jaar dat u bezig bent, op de eerste dag dat dit akkoord er ligt. Stop daarmee. Voorzitter, dit gaat voor 50% goed. En voor 50% niet goed. Want wat de heer Klaver doet, en dat snap ik op zich, is zeggen, ik maak nu een totempaal van die ruim 4 miljard bezuiniging op de langere termijn in de gezondheidszorg. En als je die niet van tafel haalt, dan meen je het niet met de nieuwe bestuurscultuur. Daar gaat het niet goed. Want ik vind dat niet reëel. Ik vind het reëel dat een kabinet wat aantreedt voornemens heeft, ook ten aanzien van het financieel kader, dat we die strak invullen en met elkaar daar gesprekken over voeren. De 50% waar het wel goed gaat, is dat wij met elkaar veel intensiever dan dat in de afgelopen jaren lukte, het gesprek moeten voeren over hoe doe je dat dan? Waarbij uiteindelijk het niet zo is dat ik zeg, de heer Klaver heeft geen goede ideeën, maar heeft de macht ook in de Eerste Kamer potentieel als anderen ons niet zouden steunen. Natuurlijk is het een combinatie van die twee. Het is altijd in de politiek inhoud en zetels. Je kunt die twee niet los van elkaar zien. Maar die inhoud staat natuurlijk voorop. Daar heeft de heer Klaver volkomen gelijk in. En ik zie er naar uit om dat gesprek te voeren. Tot slot over dat aantal bedden. Het is niet zo dat er gezegd wordt, we gaan nu de bestaande IC's zoals ze nu georganiseerd zijn verder opschalen. Dat gebeurt nu wel in de tijdelijkheid vanwege de vreselijke coronacrisis. Maar wat we langere termijn willen met pandemische paraatheid is ervoor zorgen dat er ook veel meer buffercapaciteit is. Zodat je in staat bent om afhankelijk van het soort gezondheidszorgcrisis dat er is, mensen de zorg in te halen, mensen binnen de zorg ook te verplaatsen. Maar te voorkomen dat mensen bij bedden staan waar niemand op ligt op langere termijn. Dat heeft natuurlijk ook geen zin. De heer Klaver. Voorzitter, 2 dingen. Ik was vorig jaar in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en ik was er een paar weken geleden. Er werken nu minder mensen op de IC dan vorig jaar. De uitstroom is gaande. Als je dat niet keert, dan heb je helemaal niks aan opschalingsplannen, want er valt er niks meer op te schalen. En dat u hier probeert te zeggen dat ik ergens een totempaal van probeer te maken, ik heb niet hetzelfde debat als wat u had met de heer Wilders, om eventjes een punt te maken, om te laten zien hoe erg wij van elkaar verschillen. Ik heb hier een oprechte poging, omdat ik vind dat we dat aan Nederland verplicht zijn, om de manier waarop wij werken met elkaar te veranderen. Ja. En ik bemerk bij u dat u daar niet toe bereid bent. U zegt, ja, we gaan intensiever met elkaar praten. Amahoula. We hebben echt intensief genoeg met elkaar gesproken. Als we niet het systeem veranderen waarmee we hier in Den Haag werken. En wat altijd dwingend is, zijn de financiële kaders. En du moment dat er 5 miljard in de boeken staat die bezuinigd moeten worden, dan wordt dat een heilig doel en dan moet het gehaald worden. En het enige wat ik u vraag is, haal dat eruit. Dat is niet een totempaal, maar dat is wel symbolisch voor de manier waarop we hier met elkaar zouden moeten werken. En als je dat niet wil doen, dan neem je het niet serieus dat we echt een andere manier van werken met elkaar gaan hebben. Dan gaat u gewoon door op de oude voet en dat vind ik jammer. Dat is een gemiste kans en dat verdient Nederland niet. Heer Rutte. Ja, voorzitter, dat was die eerste 50% en dan is het geen totempaal, maar dan de lakmoesproef van hou je die 5 miljard van tafel of niet. En dat vind ik, dat mag ik dan ook zeggen, bij dat debat hoort ook dat we vanuit de coalitiepartij ook nog dingen in reactie mogen zeggen op de suggesties uit de oppositie. Dus dat is 1 punt. Het tweede is dat we ons moeten realiseren dat die zorgbezuiniging er niet staat voor 2025. Die staat er voor de veel langere termijn. Zodat we met elkaar stappen kunnen zetten om daar naartoe te werken. Om ervoor te zorgen dat op de langere termijn die zorguitgaven beheersbaar blijven. En het is dan nog niet eens een bezuiniging, het is een afremmen van de verdere stijging. En daar moeten we ook met elkaar gesprek over voeren. Ik ben blij ook dat de heer Klaver zegt, dat wil ik ook. Ik vind ook dat we op langere termijn niet kunnen doorgaan met een ongebreidelde groei van de zorguitgaven. Wij moeten bereid zijn, en ik keek ook naar zijn collega's op de linkerflank, om daar ook met elkaar gesprek over te voeren. En dat vind ik ook noodzakelijk. Dus dat deel steun ik. Maar de heer Klaver zegt, ja, maar als je die 5 miljard niet van tafel haalt, dan neem je het niet serieus. Dat zegt hij eigenlijk letterlijk. Zeker. Ja, en daarmee maakt hij het tot een soort lakmoesproef. En dat vind ik niet reëel. Dat mag ik ook zeggen in reactie. Het is niet zo dat er nu een bestuurscultuur is. De heer Klaver zegt iets en hier ligt een carbonpapier, dat heet Rutte, en die neemt het over. Nee, dan hebben we dat gesprek met elkaar. En ik laat ook precies zien waar ik de ruimte zie in mijn ogen. En mijn collega's zullen daar misschien dadelijk ook iets over zeggen. Maar vanuit de VVD bezien om dat gesprek te voeren. Maar vervolgens mogen we dan ook iets terugzeggen. Dat hoort dan ook bij die robuuste dialoog die we met elkaar zoeken. Ja. De heer Klaver. Ja, voorzitter, wat voor dit voor open deur is, natuurlijk mag u iets terugzeggen. Maar wat u omarmt, is dat u zegt, nou weet je, eigenlijk zoals we de afgelopen jaren met elkaar hebben gewerkt, dat gaan we nog ietsjes beter doen. Dat vind ik echt top. Dat is de top 50% van je antwoord. Maar het ging juist om dat andere deel. Mm-hmm. Waar ik u op aanspreek, is dat u dus niet bereid bent om de manier van werken hier in Den Haag te veranderen. Nou, dat begrijp ik echt niet.
Maar dat nou, sorry, als u dat niet begrijpt, het spijt me vriendelijk, maar wat heeft u dan in vredesnaam de afgelopen 9 maanden gedaan? Al die interviews met uw radicale ideeën over hoe de democratie veranderd moet worden en de hele bestuurscultuur veranderd zou moeten worden. Ik kon u voor geen camera zien om te zeggen, nee, we gaan het helemaal anders doen. En het eerste debat wat we hebben en het voorstel wat ik doe om het anders te doen. Nee, maar dat gaan we niet doen. Ja, ik hoef niet alles wat u zegt over te nemen. Nee, dat klopt. Lijkt me wel een goed idee overigens, maar ik snap heel goed dat u dat niet doet. Maar dit gaat niet over wel of niet bezuinigen op de zorg. Dit gaat over de manier waarop we hier met elkaar werken. En het is het eerste voorstel wat we hier doen. En het is gelijk niet. Het is niet eens, nou weet u wat? Interessant. Laat ik er eens over nadenken. Ik kom er misschien zo dadelijk nog even op terug. Het is gelijk, nee, zo gaan we dat niet doen. En dat is wat ik hekel, meneer Rutte. Dat is wat ik hekel. U denkt gewoon door te kunnen gaan op de oude manier. En dat is wat ik niet zal accepteren. Ik ben bereid om te accepteren dat er een kabinet komt waar u weer premier in wordt. Maar als u denkt dat te kunnen doen op precies dezelfde manier zoals u dat de afgelopen 10 jaar heeft gedaan, dan heeft u echt een dik, vet probleem. Dank u. Omdat Nederland dat niet aan kan. Dus ik vraag u, denk er in ieder geval over na en serveer het niet af door te zeggen het is een totempaal, u probeert hier een politieke truc uit te halen. Dat is het niet. Dit is inhoud. Ik heb het niet over politieke truc gehad. Ik zei het is een lakmoesproef zoals de heer Klaver het neerlegt. En ik ben het daar niet mee eens. Dat mag. Maar ik heb niet gezegd dat is een politieke truc. Helemaal niet. Ik vind het gesprek wat we nu voeren het juiste gesprek over wat gevoerd moet worden. Het op een andere manier ons tot elkaar verhouden vanuit een coalitie en een oppositie, maar ook hoe de coalitie zich tot het kabinet verhoudt. Dat zijn allemaal aspecten. Ik wijs op mijn succesvolle optreden bij mevrouw Tweebeke bij Nieuwsuur daarover in mei. Dat zijn allemaal aspecten van die bestuurscultuur en hoe we die moeten veranderen in het huis. En daar zullen we als coalitie verschrikkelijk hard aan werken. Dat zullen we ook in de praktijk moeten laten zien. Ik wil alleen voorkomen dat er dan 1 punt op tafel wordt gelegd. Ja, en als je dat nu niet overneemt, dan ben je niet serieus. Dat vind ik alleen niet reëel. En dat noem ik met de lakmoesproef.